President Chandrika Prasad Santokhi heeft aangekondigd dat de presidentiële werkgroepen, die sinds het begin van zijn termijn actief zijn, in de komende 6 maanden extra vaart zullen maken met projecten in verschillende wijken. Hij benadrukte dat hervormingen de regering meer ademruimte geven, waardoor resultaten beter zichtbaar moeten worden. Het staatshoofd stelde dat het gebrek aan samenwerking en coördinatie in Suriname vaak tot vertraging leidt. Hij riep op tot bundeling van krachten om vooruitgang te versnellen. Het geld zit bij de private sector. En als je weet dat het geld bij de private sector zit, geef de private sector de ruimte om zich te ontwikkelen. Geef hem faciliteiten. En ik weet dat er issues zijn met betrekking tot vrijstellingsbesluit, incentives. Wat ook staat er op agenda voor aanstaande maandag om dit te bespreken met de minister van Financiën. Maar dat moet aangepakt moet worden. Omdat soms in een tijd van crisis je ook een beetje beperkt bent om alle faciliteiten te geven. Want je moet ook je inkomstenzijde goed in balans houden. Met name als je een IMF-programma uitvoert. Minister Riad Nur Mohammed van Openbare Werken noemde de presidentiële werkgroepen een miniatuurversie van de regering, waarmee wijkproblemen effectiever kunnen worden aangepakt. Volgens hem krijgen lokale kwesties zo de aandacht die ze verdienen. Als ministers, dat kan ik misschien zeggen voor alle ministeries, hebben we ons vanaf dag 1 bezig gehouden met de grote issues, de grote problemen, etc. En inderdaad, op buurtniveau, op wijkniveau, konden we misschien niet genoeg aandacht geven. Zeker bij het ministerie van Openbare Werken, wij doen bijvoorbeeld de grote pleinen, de grote wegen, maar we moeten de buurten doen. En u weet ook dat in 2020, toen we aantraden, ik ook niet heb geschaafd om iedereen te doen, burgers en bedrijven, om een handje mee te helpen. De regering streeft ernaar in de komende maanden zichtbare veranderingen te realiseren in diverse beleidsdomeinen.